Oké, hallo iedereen. Nu het programma Audacity hebben geïnstalleerd, gaan we eerst op zoek gaan naar een MP3-bestand, dus een audiobestand, dat we eigenlijk in dat programma kunnen stoppen. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan gewoon heel simpel naar youtube.com en je gaat gewoon een liedje nemen dat je graag luistert. Je klikt het liedje open en je gaat eigenlijk vooral de link gaan kopiëren. Daarna ga je naar de website die je van mij kreeg in het Word-document met de opdracht. En ga je gewoon de link van YouTube daarin plakken. Dan klik je gewoon op video converteren. En downloaden. Dan ga je zien, hier onderaan links is het liedje gedownload in MP3. Dus dat wil nogmaals zeggen audio. We gaan het liedje niet zo openen. We gaan gewoon naar het programma Audacity. Hoe doe je dat? Je klikt gewoon op start en je gaat naar Audacity. Ziezo, gewoon altijd op oké klikken en de stapjes doorlopen. Als er eventueel bij jou meer zijn, dat kan als je dat, als het de eerste keer is dat je dat programma opstart. Daarna gaan we dat liedje in het programma stoppen. Hoe doen we dat nu? We gaan naar bestand. En we gaan importeren en audio klikken. Daarna moet je gewoon nog naar het juiste mapje gaan. Bij mij staat dit meteen op download. Het kan zijn dat dat bij jou niet zo is. Maar wanneer we het liedje hebben gedownload, gaat dat ook normaal in de map downloads terechtkomen. Dus je klikt daarop. En dan ga je zien dat het eerste liedje dat hier staat is Eminem met Godzilla. We klikken daar twee maal op. We wachten heel even. En dan zien we dat het liedje daar gewoon meteen in verschenen is. Wat je daarna gaat doen, is een effect toevoegen aan het liedje. Hoe doe je dat nu? We dubbelklikken gewoon op deze blauwe golf. Dan ga je zien dat alles geselecteerd is, want alles is een beetje witter geworden. En we klikken hier bovenaan in het midden op het woordje effecten. Dan zijn er een heel aantal effecten die je kan kiezen. Het effect dat wij vandaag gaan gebruiken is het effect om de snelheid aan te passen. Dus we gaan even moeten zoeken waar het staat, hier onderaan ongeveer. Snelheid wijzigen. Wat je dan kan doen is eigenlijk de snelheid gaan verhogen. Of net gaan verlagen. Dus we gaan het in slow motion afspelen. Of we gaan het net versneld afspelen. Daarvoor kan je deze schuifknop gebruiken. Opgelet, ga niet meteen te ver naar de andere kant. Want dan gaan we maal 5 in snelheid. Dat is wel effectief heel snel. We zullen zeggen dat we maal 2 gaan doen. Ongeveer. Precies zo, maal 2. En dan klikken we gewoon op oké. Ziezo. Wanneer we nu klaar zijn. Moeten we het nog wel gaan opslaan. Hoe doen we dat nu? We gaan naar bestand. En we gaan naar exporteren. En we gaan dit exporteren als MP3. Dat wil zeggen dat je dat als een MP3, als een audiobestand, gaat opslaan. Je klikt daarop. Je gaat klikken op de map waar je het graag zou willen opslaan. Bij documenten bijvoorbeeld. En je geeft het dan de correcte naam. Voornaam, punt, achternaam, punt, liedje deze keer. En we klikken gewoon op opslaan. Dit ga je allemaal niet moeten invullen. Je klikt gewoon verder op oké. We wachten heel even. En dat is het enige dat je zal moeten doen voor deze week. Daarna ga je het gewoon nog op de correcte manier moeten indienen in de uploadzone. Heel veel succes!